De 18e etappe van Sulmano naar Benevento over 182 kilometer. De koers werd bepaald door een kopgroep van 25 man. Best geclasseerde renner in die groep was Popovic. Hij was met een achterstand van 16 minuten geen enkel gevaar voor de roze trui van Denis Menchov. Scarponi wint voor de tweede keer een etappe. De Rabobankploeg controleert de koers. Ja, het kostte wel even wat moeite, maar uiteindelijk hadden we het onder controle. Ja. Dus in het begin is heel hard gereden. En ik had ik moest van fiets wisselen en daarna reed ik nog lek. En dat allemaal in het eerste uur, waarin we echt vlogen. Dat was natuurlijk allemaal niet bevorderlijk voor het onder controle te houden. Maar uiteindelijk was die grote groep weg met geen echt gevaarlijke mannen erbij. We hadden het onder controle en toen tempo gereden. Toen ging het toch nog een paar ploegen rijden voor de sprint of ik weet niet. Ja, een paar voor een klassementsmannen en toen werd het toch nog zwaar, want er werd vrij hard gereden. Ja, mag je zeggen, een ideale dag voor de ploeg? Nou ja, buiten wat lek rijden zo wel natuurlijk. Ja, nee, ja, natuurlijk, we wisten dat vandaag er waarschijnlijk wel een groep ging wegrijden. En dat het heel moeilijk zou worden voor de ploeg om een sprint te maken. Maar als op een gegeven moment op die eerste call zelfs Leipheimer gaat demareren en Arroyo. En die staat toch top 10 allebei. Ja, dan wordt het wat moeilijk. Dus het was wel zwaar in het begin. Ja, mag ik even met jou naar de laatste dagen kijken? Hoe kijk je er zelf persoonlijk op terug? Nou, ging heel goed natuurlijk. Gisteren was ik zelf goed. Dennis, ook de dag voor de rustdag was helemaal fantastisch natuurlijk. Daar reden we met de ploeg helemaal goed. Dennis sprint daar, die Luca er nog af. Dus voorlopig zijn de laatste dagen goed, maar het blijft spannend. Ja, zie ik het goed als morgen zeg maar de laatste gevaarlijke dag is? Ja, morgen en overmorgen is ook nog een sprint bergop. Dus, maar morgen op de Vesuvius wordt wel de uur van de waarheid, denk ik. Ja. Moraal lekker in het team? Ja, natuurlijk. De moraal is hoog. We rijden al denk ruim een week met de roze in de ronde. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. De moraal is goed. Ja. Olanta! Ciao! Ciao. Salata!